Nou, hallo iedereen. Bij deze even mijn eerste update om te laten zien hoe het gaat bij mij, met mijn reis. Ik ben gisteren weggegaan om 9 uur 's avonds vanaf Amsterdam. En ik heb een tussenstop gehad bij Kuala Lumpur. Op 3 uur plaatselijke tijd ben ik geland. En ik vlieg vanavond weer om 9:30. Dus ik moest 6,5 uur hier overbruggen. Ik ben hier naar de Platinum Lounge gegaan voor exclusieve leden. En gezegd dat mijn vader ook lid was. Ik dacht, ik ga eens bluffen, kijken of ik binnenkom. En ik ben hier binnengekomen, dus ik zit nu al even kijken. Het is nu 8 uur. Pak een beetje 5 uur zit ik al hier te chillen. Een beetje in relaxte omgeving. Ik kan even kijken of ik het kan laten zien. Moeilijk doen hoor. Ja, dus daar zit ik nu al 5 uur. Een beetje achter mijn laptop, een beetje muziek te luisteren. Er is hier een buffet waar ik gewoon langs kan lopen en het eten kan afhalen en drinken ook. Ik heb vanaf Amsterdam naar Kuala Lumpur een paar filmpjes gekeken. In het vliegtuig, lekker gegeten ook. Dus over het algemeen heb ik het niet heel erg slecht. Ik ga nu weer kappen, want ik ga over 9:30 naar mijn vliegtuig toe. En dan kan ik nu nog even wat dingen afronden en op mijn telefoon zetten en weet ik veel wat. Dus, dit was het. Dag!